Wat is cryolipolyse en hoe gaat een behandeling in zijn werk? Daarom dit filmpje waarbij je een indruk krijgt van het verloop van een cryolipolysebehandeling. De behandeling bestaat uit verschillende stappen. En om te beginnen heeft de klant een intakegesprek, want we moeten kijken of iemand een geschikte kandidaat is. Dit is niet altijd voor iedereen mogelijk. Nou, als uiteindelijk blijkt dat het een goede kandidaat is, dan gaan we de klant meten, de omvang meten. We gaan de klant wegen, waarin bepaalde parameters als vetpercentage, metabolische leeftijd, het vochtgehalte en dergelijke naar voren komen. En de vetplooi wordt gemeten. Aan de hand van die parameters wordt uiteindelijk de machine ingesteld en kunnen we gaan behandelen. Stap 2. Alles is in orde en de cliënt heeft plaatsgenomen op de bank. Voordat we de handstukken kunnen plaatsen, wordt er een antivriesmembraan over het te behandelen gebied gelegd. Het gebied wat we gaan behandelen is afgetekend, zodat ook de klant weet dat we het op de juiste plek zetten en dat wij weten dat het op de juiste plek geplaatst wordt. Het antivriesmembraan is ervoor om te voorkomen dat er brandwonden ontstaan, want we gaan best naar een lage temperatuur. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat de huid beschadigt. Dat soort dingen willen we niet, daarom een antivriesmembraan. Stap 3, we gaan de machine instellen. En uiteindelijk ook het handstuk plaatsen wat passend is voor het gebied wat we gaan behandelen. Aan de hand van de eerdere parameters gaan we dus de instelling doen op de machine. En kan de machine aangezet worden en kan de behandeling starten. Afhankelijk van de verschillende parameters kan de behandeling tussen de 40 en 60 minuten duren. De tijd is voorbij en we gaan het handstuk eraf halen. Het is niet zo dat als de tijd afgelopen is, dat die plop ineens loslaat. Nee, hij zit behoorlijk vast op de huid. Je kunt ook zien dat er een behoorlijke afdruk van het gebied of van het handstuk op de huid staat. En we helpen de huid en het handstuk van elkaar los te weken. Nou, als uiteindelijk het handstuk netjes verwijderd is, wordt het membraan weggedaan en de huid wordt even rustig gekalmeerd en weer in vorm gebracht. Daarna duurt het een week of 6 voor we überhaupt een nieuwe behandeling kunnen inplannen. Kijk op de agenda op onze website voor informatie- en demonstratieavonden. Deze zijn regelmatig. En wil je een persoonlijk consult, maak gewoon een afspraak. Dit is gratis en vrijblijvend. We zien je graag in onze praktijk.